Dus we zijn al een beetje verder nu. Al de meeste zijden zijn apart. Maar hier is er nog geen apart. Hier ook niet. En hier ook niet. Voilà. Ik zet eentje achteraan die niet gepaard is. Dus wit, groen, rood. Of wit, rood, wit, groen. Deze is niet gepaard. En deze is niet gepaard. Nu moeten we gewoon een keer kijken wat dat we waar gaan zijn. Wat gebeurt er nu? Ik ga hem gewoon een keer hier zijn. Wit-groen naar wit-rood, dat gaat niet goed komen. Geel-oranje naar geel-oranje, dat gaat wel goed komen. Zo. Zie. Maar wat gebeurt er? Als we hem dan omhoog brengen, dat paardje, dat we hier vorm, gaan we naar boven, naar omhoog brengen, naar voren, dan gaat dat stuk naar hier komen. En wat zit er hier? Wit-rood. Dus wit-rood gaat achterna naar hier komen. En dan naar hier. Dus wit-rood moet naar hier komen. Gaat dan naar hier komen uiteindelijk. Dus dat gaat in orde komen. We gaan drie paardjes in één keer maken. Dus ik ga het nu uitleggen. Dus je maakt dat je bijvoorbeeld van hier naar hier. Paard. Dus dat is geel naar oranje. We brengen hem naar omhoog. Hier was het, dat is wit-rood. We brengen hem naar voren. Wit-rood komt hier, zoals ik al gezegd heb. Deze moet terug naar beneden en deze moet terug naar hier. Wit-rood met wit-rood gekoppeld. Wit-groen met wit-groen gekoppeld. Alle paardjes zijn gevormd.